Afgelopen vrijdag maakte René Post bekend aan de gemeenteraad van Overbetuwe dat hij per direct stopt als wethouder. Collega en partijgenoot Dimitri Horsthuis-Stangeler stapte 2 dagen daarvoor ook al op als wethouder. Toen liet burgemeester Hoijtink Ruilbos nog weten door te willen gaan met een college van 4 wethouders. Maar of dat nu met 3 personen nog steeds een optie is, is sterk de vraag. Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe bestaat nu nog uit slechts 3 wethouders, de burgemeester en een lokale gemeentesecretaris. Vanmiddag om 2 uur was er een spoedvergadering om te overleggen hoe de gemeente Overbetuwe nu verder gaat. De uitslag hiervan is nog niet bekend. Gemeente Overbetuwe komt nog voor een fikse klus te staan. Vorige week woensdag gaf wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder nog aan per direct te stoppen als wethouder voor de gemeente. Slechts 2 dagen later stapte René Post ook per direct op als wethouder. Hierdoor is het aantal wethouders van gemeente Overbetuwe bijna gehalveerd in een week tijd, wat ongetwijfeld gevolgen zal hebben. Welke gevolgen dit zullen zijn, zal waarschijnlijk in de loop van de week duidelijker worden.